Kijk hier eens. In deze kleine capsule zit een grote dinosaurus die er graag uit wil. Hij heeft alleen water nodig om te groeien. Laaiende lelies. Tja, als je water nodig hebt, zit je aan het juiste adres. Volg mij maar. Kom mee. De sloot is de perfecte plek om een grote dinosaurus in te laten groeien. Fantastisch! Oké, kleintje. Spring maar in de sloot, dan word je vanzelf groot. Oh, hopelijk werkt het. Tada! Wow, kijk, daar is hij. Wat is hij gegroeid? Oké! Miauw, wauw! Ik ben groot, ik ben groot, ik ben groot! Welkom, Sponsje. Ik ben Gabby en dit zijn Pandy en Kittyvee. Leuk jullie te ontmoeten. En bedankt voor de super hulp om mij tot vol dino-formaat te laten groeien. Wow! Een grote dinosaurus zijn is helemaal te gek. Omdat ik dan heel hard kan brullen. Brullen! Wow! Dat was inderdaad een heel harde brul. En nu kan ik dus ook heel hard stampen. Stamp! Stamp! Wow. Stamp! Van groot zijn word ik vrolijk, vrolijk, vrolijk! Wow. Wat is aan de hand hier? Waarom wordt er zo'n stampij gemaakt? Hé, Doerak. Dit is een nieuwe vriend. Hij is een dinosaurus. Dag, Doerak. Dag! Ik ben Sponsje. En ik hou van... stampen, stampen, stampen! Ah, niet zo spetteren! Voorzichtig, Sponsje. Doerak vindt nat worden heel erg vervelend. Je meent het, joh. Oeps. Sorry, Doerak. Ik kan je wel afdrogen met een grote bril! Niet slecht. Vind jij het misschien ook leuk om te brullen? Ha! Ja, wie niet? Bril! Dat is een goeie, Doerak. Dankjewel. Oké, ik ga weer verder met mijn poezenslaapje. Probeer je een beetje gedijst te houden met dat stampen? Ja, Sponsje? Okidoki, Doerak. Joehoe! Bril! Bril! Miho, miho! Bril! Zie ik het nu goed en lijkt Sponsje opeens kleiner te worden? Je hebt gelijk, Pandy. Sponsje wordt echt kleiner. Hij is aan het opdrogen. Uh-oh, dat zal hij niet leuk vinden. Dan moeten we snel water gaan halen. Een glijbaan?